Op zaterdag 19 januari in Utrecht en zondag 20 januari in Amsterdam vindt de derde editie van de Bachdag plaats. Met verschillende grote muzikanten. En een Bach-scratch onder leiding van Ton Koopman zelf. Kunt u meezingen met Bach? Maar kan dat wel? Zo'n motet van Bach in één dag instuderen met amateurs? Nou, als ik eerlijk ben, het is niet te doen. Maar het is wel heel leuk om te kijken hoe ver je komt. En het is in ieder geval leuk om mensen kennis te laten maken met andere aspecten van die muziek dan ze waarschijnlijk normaal mee te maken hebben. Dus ja, ik vind het eigenlijk altijd wel spannend om te kijken waar kom je. En als het publiek het ook zo neemt, dat is denk ik een hele leuke ervaring voor iedereen. Waar we naar uitkijken is het concert van de Stadsbaardier van Utrecht, Malgosia Fiebig. 'S Ochtends om 11 uur in de Domstad. 'S Middags is onder andere te beluisteren Christophe Coin in Amsterdam. En 's avonds een groot concert van de meester Ton Koopman met zijn eigen Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. Hij gaat cantates van Bach uitvoeren. Ik heb het gevoel dat Bach is een architect die veel middelen in de hand heeft en precies weet welke middelen hij moet gebruiken. En die middelen het meest efficiënt en het meest touchy benut. En ja, dat maakt voor mij Bach de grootste. Bijzonder is het optreden van Amandine Beyer. Stukken van Bach voor viool solo. En aan het eind van de middag een altijd fantastisch optreden van het pianoduo Leo van Doeselaar en Wieneke Jordans. Ze spelen bewerkingen van Max Reger van Bach. Wat doet Max Reger op de Bachdag? Reger op Bachdag. Ja, het kan eigenlijk niet zonder Reger. Want anders zouden we het niet op piano kunnen spelen. Dus Reger is ontzettend belangrijk geweest om het te vertalen naar de piano toe. En dan ook nog rond 1900. Ja, en het leuke is natuurlijk dat deze combinatie normaal gesproken nooit op een programma aanwezig kan zijn. Je zal niet gauw tweede suite, tweede Baroque concert met twee orgelwerken aantreffen in een programma. En de Bechstein-vleugel met vier handen, die gaat het allemaal met elkaar verbinden. Wilt u meer informatie? Misschien wilt u wel meedoen aan die Bach-scratch. Meezingen met Ton Koopman in een motet van Bach. Zoek dan op de website oudemuziek.nl/bachdag. En ik hoop u terug te zien op een van beide dagen in Utrecht of Amsterdam, want ik ben er ook.